Zoals ik al zei, weet je wel, je hebt dus die diffjes die dus eigenlijk ervoor zorgen dat, dat ze standaard gewoon zeggen van ik wil eigenlijk niks naast me komen te staan. Eigenlijk kun je dat alleen maar regelen door middel van door stylesheet, dus in de stylesheet aan te geven van oké, er mag iets naast me komen te staan. En ze noemen dat floats. En als je een beetje Engels kunt, dan weet je dat float drijven is. Dus ik probeer het ook gewoon uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Het ziet er een beetje suf uit, maar ik heb een Photoshop een documentje opgemaakt met een rivier. En wat drijft, dat is dus float, hè, is een houtblok. Zoals je het hier ziet. Houtblok die kan rechts drijven. Float right. En hij kan links drijven. Float left. En dat is eigenlijk precies hetzelfde zoals een diffje is, weet je wel. Zo zeggen van nou oké, ga maar links drijven. Werkt dat eigenlijk net alsof dat je hier een rivier ziet. En een blok hout. En als hij ergens een iets tegenkomt, waar hij tegenaan komt te drijven, dus bijvoorbeeld dit rotsblok, dan blijft hij daar tegenaan hangen, zullen we zeggen. Zo werkt dus eigenlijk een float ook. Dus als je er nog een extra houtblokje naast zet, dus bijvoorbeeld nog een diffje, en die geef je ook een float, en een float left, dan is het eigenlijk de logische redenering, net als met de houtblok wat drijft in het water. Hij blijft drijven totdat hij eigenlijk weer iets tegenkomt, en dan is in zijn geval gewoon dit stuk hout. Dit stuk hout, daar komt hij tegenaan te staan. Dus eigenlijk kun je het voorstellen dat als hier nog een stuk hout is, dat hij daar tegenaan komt te staan. En nu is het grappige dat als er op een gegeven moment geen plek meer is, dus stel dat er hier nog eentje staat, en er komt een vijfde bij, die kan eigenlijk hier tussen niet meer staan. Dus wat hij gaat doen, hij gaat wel links drijven, maar hij gaat eigenlijk de volgende rij pakken. Dus ik heb deze zal ik even uitzetten. Dus deze die drijft dan weer eigenlijk vanaf hier past hij er niet meer tussen. En dan gaat hij gewoon eigenlijk verder drijven totdat hij weer iets tegenkomt. In dit geval moet je je voorstellen dat deze rotspartij doorloopt tot hier. Zo werkt eigenlijk diffjes met een float ook. Ze drijven eigenlijk naar links of ze drijven naar rechts, maar ik zou eigenlijk een float right zou ik bijvoorbeeld alleen maar op deze geven, zodat hij tegen deze rots aan komt drijven, zullen we zeggen, en de rest allemaal float left. Nou, ik zou het eventjes laten zien hoe dat eruit ziet. Dit is een leuk voorbeeld natuurlijk met een riviertje en blokken hout, maar we moeten natuurlijk terug naar HTML en CSS verhaal. Dus we gaan nu eigenlijk die houtblokken, zoals je dat hier kunt voorstellen, boomstammetjes, die gaan we dus ja, floats geven. Dus het logo heeft dus een float left, krijgt hij dan. En de hoofdnavigatie doe ik een float right, want er komt eigenlijk niks. Float right. Dus die drijft naar rechts toe en mijn logo drijft naar links toe. Dan hebben we grote tekst. Dat is dus die wat ik in mijn ontwerp. Even kijken, dit ding. Deze, dus die doe ik een float left. Die doe ik een float right. Deze heeft geen float, hè, want die hoeft niks naast zich te hebben staan. Ja, hier staan wel twee koloms tekst, maar dat gaan we anders oplossen. Maar dit grote vlak wat we neer hebben gezet, die heeft dus geen float nodig, want die hoeft niks links of rechts van zich te hebben. Dan vervolgens krijgen deze, deze en deze alle drie een float left, omdat we een class hebben gemaakt. Dus we moeten natuurlijk aangeven dat ze links moeten drijven en dan krijgen ze allemaal dezelfde eigenschap. En dat gaan we nu eerst doen. Dus eerst deze float left, float right. Geen float en deze drie ook een float left. Dus grote tekst. Float left.
En filmpje krijgt dus een float write. Even kijken. Twee klons tekst krijgt dus geen float, hè, want die heeft niks naast elkaar staan. Een derde klon geven dus ook een float left. En dan krijgen ze dus ook, omdat het een class is en ik gebruik die vaker, krijg ik dus elke keer dat elk vlak wat dus zo'n ding heeft, krijgt dus ook een float left. Float left. Zodat ze er zo voor moeten zorgen dat ze dus naast elkaar komen te staan, alle drie. Even kijken, wat hebben we nog meer? Footer, die krijgt niks. En dat laten we even zo staan. De footer, het gedeelte doen we zo meteen. We gaan eerst even kijken hoe dit eruit ziet. Want dan kan ik ook meteen laten zien dat er nog meer rare dingen aan de hand is. Dus als ik nou zou kijken, zou deze links zitten, die rechts, die links, die daar rechts. En deze zou dan er gewoon onder moeten komen staan. En deze drie zouden links tegen elkaar aan moeten staan, zoals we het ook in het plaatje van die boomstam hadden gezien. Nou, kijken hoe dat eruit ziet. Oh, er is dus echt iets heel raars aan de hand. We hebben dus het logo, we hebben hier wat er doorheen staan, de twee kolommen tekst, hoofdnavigatie. En we zien dus dat die grote intro tekst hier ook tegenaan gaat staan. Nou is het dus precies wat ik zei, hè? Als die boomstam er nog eigenlijk niet hiernaast kan, dan gaat hij dus eronder staan. En dan gaat hij dus eigenlijk zoeken naar het eerste waar hij tegenaan kan gaan staan. En dat is in dit geval het logo. Wat dus niet de bedoeling is, want hij moet daar onder komen te staan. Die twee kolommen tekst, die is helemaal naar boven toe geschoten. En dit ziet er ook niet helemaal goed uit. Dus we hebben een probleem. Hoe krijgen we nou dit ding naar beneden, zodat deze er ook langs kan komen te staan? En hoe krijgen we die twee kolommen tekst naar beneden toe? Nou, we moeten op sommige plaatsen moeten we dus eigenlijk een soort, ja, hoe kun je dat eigenlijk vergelijken? Stel dat deze boomstam dus hier niet zou staan, maar die willen we eigenlijk hier hebben staan, zoals we eigenlijk in ons voorbeeld ook hebben. Even overdreven gezegd, zullen we deze even ook uitzetten. We hebben de situatie nu dat we logo hier hebben. En dit is dan onze navigatie, die staat naar die kant toe uitgelijnd. En we willen eigenlijk dat deze naar de volgende rij komt, dus eigenlijk eronder komt staan. Dan zou je dus eigenlijk symbolisch kunnen zeggen van nou oké, als we nou toch met die rivier en zo bezig zijn, dan zou je eigenlijk gewoon een touw moeten gaan spannen. Tussen hier, even kijken, moet ik wel op de goede plek gaan staan, anders kun je het niet zien. Kijk, ik zal hem hier even neerzetten. Dus een touw gaan spannen van hier tot en met hier. Oh, hij loopt dun af. Kijk, nog een keer. Zo, een dik touw. Dat ervoor zorgt dat eigenlijk deze er niet langs kan komen te staan. Dus dat we eigenlijk naar de volgende regel toe gaan. Nou, zo'n rode stuk touw, dat kunnen we dus ook maken in code. En dat is eigenlijk gewoon, ik noem het zelf maak er een class van in ieder geval, want die ga ik vaker gebruiken. Ik zet hem misschien ook wel bovenaan, want het is iets wat vaker terugkomt, dus dan zet ik het bovenaan. En die class die ga ik noemen reset, wat ik ook op zich wel een goede naam vind. Eigenlijk wil ik dat die gewoon een reset maakt en dan eigenlijk de volgende regel gaat beginnen. En die reset, wat komt daar nou in te staan? Eigenlijk één regel en dat heet clear both. En dat zorgt ervoor dat die gewoon eigenlijk een soort code krijgt van oké, links en rechts mag niks meer komen te staan. En we beginnen dus met een nieuwe regel. En wat we dus gaan doen is tussen die logo en navigatie, die dus naast elkaar moeten komen staan, daarna gaan we dat soort touw spannen. En dat touw is dus ook gewoon een div. Dan zetten we dus een class reset in. Dan zetten we verder niks in die div. Want die is alleen maar om ervoor te zorgen dat hij dus dat touw spant. En dat gaan we dus ook na dat filmpje doen.
Dus we hebben die grote tekst. Je zou kunnen zeggen van tussen elke keer de laatste van die rij, dus deze en deze is dus de laatste van die rij, dan spannen we dus een touwtje, zullen we zeggen, zo'n reset div. Dus we hebben die en die, en dan spannen we weer een reset div. En bij deze is dat eigenlijk niet nodig, want die heeft geen float, dus dan heeft hij dat niet nodig. En de volgende, 1, 2, 3, de laatste, span ik weer zo'n reset div. Om gewoon ervoor te zorgen dat hij weet van oké, dit is het laatste zwevende element. Hierna beginnen we weer met een schone lij, zullen we zeggen. Dus we beginnen weer met een nieuwe rij. Ook al komt hier niks onder te staan, zet hem er toch neer. Ik zal dat ook als laatste doen, dan zul je ook zien waarom ik dat doe. Even kijken, dus we gaan eerst, we hebben er hier eentje neergezet nou. Dus achter deze hebben we hier nou een reset div neergezet. Dus nu gaan we achter deze twee ook een reset div neerzetten. Dus dat is groot intro tekst en het filmpje. En daar tussenin. Je zou het in principe gewoon kunnen kopiëren, deze regel. En daartussen kunnen zetten. Twee kolom stacks heeft er geen nodig. En dan gaan we dus even dit opslaan en bekijken. En je ziet dus ook meteen dat er dus eigenlijk deze komen dus ernaast staan. Deze gaat dan ook echt naar de volgende regel, zoals die ook eigenlijk de bedoeling was. De twee kolom stacks die eerst hier helemaal boven zat, die is nu ook precies onder dat filmpje tegenaan komt te staan. Nu zie je nog dat de footer nu half in deze kolommen staat. Ja, dat komt omdat hij dus eigenlijk, als hij dus zo'n float heeft, dan weet hij dus eigenlijk niet hoe hoog dit geheel is. Tenminste, als we er dus weer een reset div achter deze zetten, dan weet hij het weer wel. Dan begrijpt hij van, oh ja, wacht, hier sluit het zwevende gedeelte, zullen we zeggen, weer af. En dan begin ik, of het zwevende, het drijvende gedeelte, zullen we zeggen. En dan begin ik dus weer met een nieuwe regel. En daar pas ik dan ook mijn hoogte op aan. Dus als ik deze nou weer kopieer. En je moet je gewoon voorstellen in dat verhaal van dat rode stuk touw is, hè. Die ervoor zorgt dat het drijvend blok eigenlijk naar de volgende rij gaat. Dus dat zijn dus die reset classes. Die we elke keer opnieuw inzetten. Dus als we nu gaan kijken, zie je ook dat die zich netjes gewoon tot aan hier aansluit. En dan begint eigenlijk het volgende gedeelte weer. De footer. En deze moeten dus ook alle drie naast elkaar komen te staan. En je raadt het al, na deze Google Maps moet er weer een reset div komen te staan. Dus we gaan eerst floats geven aan de footer, even kijken, navigatie. Dus footer navigatie, die moeten we even zoeken. Footer navigatie. Dat wordt dus float left. En we maken hier NAW-gegevens ook float left. En je ziet dus ook gewoon, er is dus geen float center of zo, hè? Dus dat bestaat gewoon niet. Maar je kunt het natuurlijk wel in het midden krijgen door middel van gewoon eigenlijk links tegen elkaar aan stapelen, zullen we zeggen. Dus we gaan nu de laatste Google Maps gaan we dus float right geven. Dit is dus in de stylesheet. Nu gaan we dus in die broncode nog aangeven van, oh, wacht even. Na die Google Maps zetten we dus weer een reset div neer. Dus die zetten we, die heb ik volgens mij nog gekopieerd. Even netjes inspringen. Dus als we nu gaan kijken, dan zie je dus dat deze twee tegen elkaar aan zitten. Deze rechts gelijnd is. En dat die footer ook gewoon net zo hoog is als het laatste element wat erin staat. Dus nu ziet het er redelijk hetzelfde uit als dit. Echter is wel zo dat als je ziet hier, zit nog witruimte tussen deze twee.
En hier zit witruimte tussen. En er zit ook witruimte tussen dit stuk, zullen we maar zeggen. En we moeten dus daar wat aan gaan doen. Hier zit ook witruimte boven. Dus we gaan even witruimte eigenlijk aankaarten, zullen we maar zeggen. Want dat is eigenlijk wat het volgende stapje is. Hoe krijgen we die eigenlijk op de goede plek in de zin van hoe krijg je hier witruimte tussen? En hoe krijg ik bijvoorbeeld dit vlak hier vanaf geduwd? Want nu lijkt het gewoon één lange strook, maar het zijn eigenlijk drie kolommen. Hè? Want je hebt ze gezien dat ze onder elkaar staan. Nou staan ze naast elkaar. Dus naast elkaar. En hier moet dus ook witruimte tussen. Dus we gaan witruimte aan kaarten. En witruimte is eigenlijk, als je dus dat voorstelt met die blokken hout. Als je witruimte wil uitrekenen tussen bepaalde elementen. Dus bijvoorbeeld tussen, ik zal er even eentje uitzetten. Tussen hier en hier, stel dat die zo in het midden moet staan. Nou, deze heeft een float left. Deze heeft ook een float left, dus die staat zo. En deze heeft een float right, bijvoorbeeld. Nou, deze hoef je niet echt veel druk over te maken, want die moet misschien een klein beetje van de kant af. Dat zou kunnen. Maar deze, die moet eigenlijk een heel stuk naar het midden toe. Dus die zou eigenlijk hier moeten staan. Nu is het zo, van hoe ga je dat dan voor elkaar krijgen? Nou, die witruimte, dat doen we door middel van margin. En daar kan ik eigenlijk het beste aan een plaatje uitleggen hoe margin precies in elkaar steekt. We hebben het net al gebruikt voor de container, om hem in het midden uit te lijnen. Maar ik ga nu even meer uitgebreider uitleggen hoe dat in elkaar steekt. Oké.